Hallo mensen van DearGamesNL, welkom bij een nieuwe video. Vandaag speel ik Need for Speed Underground 2 en we gaan weer lekker verder met onze save game. En ik geloof dat het niet zo lekkere kwaliteit allemaal is. Nee, al hoger. Oh, is dit het allerhoogste? Nee. Hoger. Higher, higher. Doet hij niet. Waarom moet hij precies nu? Oké. En back. Mooi, dan ziet het allemaal even wat een stuk beter uit. We gaan verder met onze carrière en... Nou, verkennen, denk ik dan maar. We hadden al heel wat gedaan. Mannen hebben gewoon langdurig dit heeft wordt gereisd. Heb je geen zin om... Geen zin om erheen te gaan en een gokje te wagen? Oh zo. Ik las het verkeerd. Eens even kijken hoor, want ik zie hier gelijk een drift race om de hoek hier liggen. En daar zit een uitroepteken. Die gaan we eerst even pakken. Even een uitroepteken. Hartstikke. Opener. Wagenspecialiteit shop, het station. Ja, lekker houden. Hey, did you hear? The tunnel to Beacon Hill just got cleared. You should scope it out. Talk to you later. Ja, ze zitten allemaal te kletsen, joh. Dus even kijken, moeten we driften? Nee, StreetX. Dat is zo snel mogelijk een kutpiel af te laten. Dat is gewoon enorm kut, dit. Ja. Helemaal dood, jongen. Gaat op zich wel lekker. Oh. Een soort grip race of zo lijkt het. Daar hebben ze helemaal speciaal hiervoor gemaakt om street races een beetje weg te halen, denk ik of zo. Geen idee. Nee! We zijn ook verdraaid snel, zeg. Verdraaid naar me toe, hé. We zijn even partij snel. En een hele eigen buitenbocht, denk ik. Het gaat er niet zeggen dat ik nog een keer geen gehaald word, hè? Oh, ik zag het niet door de rook. Oh, John, doosje. Het ging juist zo lekker. We moeten nou allemaal crashen. Die versnelling zit niet goed hoor bij mij. Hij duurt veel te lang over opschakelen en terugschakelen. Moet je me horen. De kracht zit er niet in. Ik denk dat slecht. We moeten even onze auto upgraden, want het gaat niet de goede kant op. Anders gaan we straks elke keer alles verliezen. Even kijken hoor, of we moeten nog even een makkelijke race zien te vinden. Hier moeten we eigenlijk even. Ja. Dan moet je natuurlijk eerst op de weg staan voordat de satelliet hem vindt. Kijk. Het schakelen duurt te lang. Best wel een mooi power slide. Ah! Ik dacht dat veel meer geld had eigenlijk, maar... Zo wel. Ja.
Jongen. Ik heb een jeukneus. Dan zijn we er al bijna, jongen. Oh, mijn hele achterbumper er helemaal af. Nee, zo erg valt ook wel mee. Versnellingsbak. Transmission is where you lose most of your power, so any upgrade will help you get more ponies to the blacktop. Kijk, die vrouw snapt het tenminste. Oh, ik heb niet genoeg cash om dat te doen. Tighten your ride and get rid of that stock suspension for firm hold and grip. Oh, we hebben 175. Even kijken wat we nog het beste kunnen doen. Motor hebben we helemaal geüpgrade. We kunnen snelheidsbegrenzer eraf donderen. We kunnen... Hier kunnen we helemaal niks. We kunnen nog geen nijteren. Nou, hier kunnen we ook nog niks. Dan denk ik dat we maar even de... snelheidsbegrenzer eruit donderen. Gaat hij heel stiekem sneller van. Heel veel merk je nog niet, maar we zullen het in race wel zien. Want het is een beetje irritant als je elke keer... deze drift. Drift. Chuck. Oh, man. Die mensen zijn die spannen straks allemaal. Alle kleine beetje moet je pakken. Oh, bedankt voor de beuk, want nu heb ik een mooie drift. Hey. Gewonnen. Een huis. Helemaal goed. Wow. Wow. Even wachten. A lot of sponsors want to sign you up for the Underground Racing League. So I picked the best of the best for you. Just let me know who you want to sign with. Oké, we hebben dus een sponsor gekregen. Bayview. Ik heb geen idee wat Bayview is, maar we hebben een nieuwe auto of zo in ons wagenpark, geloof ik. Hey, I wanted to give you the heads up. Now that you're under contract to the sponsor, you've got to complete some specific events to complete your deal. You see the X icons? That's them. Get over there and tear it up. I'll talk to you later. Even kijken, hier is nog een drift. Eerst eens even al die driftjes doen. Opdonderen. Die Toyota Corolla vind ik ook nog geen gekke auto hoor. Ik vind hem niet echt lelijk. Hotsuke! Weer gewonnen met drift, hè? Weer. Gewoon de hele tijd. Echt zo'n hele standaard auto met een hartstikke goede motor. We allemaal stoer doen. Even kijken hoor. We gaan even kijken welke auto we erbij hebben.
Het schijnt dat we in onze wagenpark een nieuwe auto hebben. Dus die moet ik natuurlijk wel even zien. Dus gaan we die even bekijken. Daar. Waarom rijden taxi's er altijd voor? Altijd. Dit is een wagenpark. Welcome to the delivery room. Aluminum and steel isn't crafted any better than this. Select a sweet set of wheels right here. Oh, volgens mij heb ik deze twee erbij. Ik zou het niet weten. Ik zou één ding zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vond je dat nou echt een kut video? Dan doe je ook een duimpje omhoog. Zet in de reactie waarom je het een kut video vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Ik ga verder met deze game. Wil jij trouwens nog zeggen? Stel dat ik Minecraft. Ik speel nu Minecraft. Vind je het leuker als ik Deckard ga spelen in plaats van Minecraft? Deckard is een hele grote uitbreiding van Minecraft. Zet even beneden in de reacties wat jij wil. Je moet zelf weten. Ik vind dat Deckard ook erg leuk. Dus je moet zelf weten. Vergeet niet te liken en abonneren op ons kanaal. Doei!